Welkom weer. We gaan weer een heel mooi gerecht maken met asperges. Ja, het is natuurlijk weer lente. De maand april. En we gaan hier weer een heel leuk gerecht maken. We gaan het een beetje omhoog krikken, de asperges. Mooie witte asperges. Quarto eitjes gaan we erbij doen. Oppedoezen ronde. En de jebugo ham. Mooie Spaanse ham daarbij. Ja, en eigenlijk een traditioneel gerecht in een nieuw jasje. We hebben wat water opgezet voor de asperges. Daar doen we wat zout in. Mooie, flinke klont roomboter. Peper. En dan gaan we de schillen in doen van de asperge. En dat is het vocht wat we eigenlijk gebruiken om de asperge zo meteen in te blancheren. We gaan dat tegen de kook aanbrengen. Even laten trekken. Halen we de schillen eruit. Dan doen we de asperges erin. Van de asperges snijden we een kleine 1,5 centimeter eraf. En dan garen we de asperges in zijn vocht. Ondertussen hebben we de oppedoezes in een pan met zout. Kokend water. Mooie, volle smaak van de oppedoezen. Quarto eitje pocheren. Even een klein bakje pakken. Mes opensnijden. We hebben er 3 nodig. Doen we er 3 in. En dan zetten we zo meteen wat water op. Klein beetje azijn en wat zout. En gaan we ze zo meteen pocheren. Okay. Een asperge hoeft niet altijd gaar te eten. Je kan dat ook rauw eten. Natuurlijk niet de buitenkant gebruiken. Wat wel heel erg mooi is, is als je een asperge dun snijdt en even aanmaakt met wat dressing. Azijn. Nou, water tegen de kook aan. En dan roeren we dat het water een beetje gaat draaien. En dan doen we ze in één keer erin. Dan blijft het water een beetje bewegen. En je ziet dat eigenlijk het wat dunne eiwit door de azijn kapot gemaakt wordt. En wij krijgen nu gewoon dadelijk mooie kleine kogeltjes van kwarto ei. Nou, dan zorgen we. Zo, zijn ze mooi. Dan gelijk in koud water doen. Dan stopt de garing natuurlijk. Nou, we hebben hier de mooie ham, dun gesneden. De boegelham. Lekker met wat vet erdoor. Asperges. Mooi snijden. De boegelham erop. Ja, dat geeft echt een fantastische smaak. De oppedoezen kan nog een klein beetje zout eroverheen doen. Die smaak is zo fantastisch. De kwartel eitjes. Een klein beetje zout nog toevoegen. En dan de rauwe asperges. We even in de dressing hebben neergelegd. Een beetje kervel. Misschien nog een klein beetje dressing over de asperges. En heb je hier een heel leuk, een heel simpel gerechtje. Met wat jebugo ham. Mooie Nederlandse asperges uit Brabant. Kwartel eitjes. En een mooi aardappeltje. Ja, een heel klassiek gerechtje eigenlijk. Even net op een andere manier gepresenteerd. Eet smakelijk!